Ken je dat? Plannen die niet uitkomen, of plannen die je moet maken, maar waar je eigenlijk de zin niet van inziet, of plannen die meer kosten om ze te maken dan ze opleveren, of plannen die geen plan willen worden, en dan de plannen die in de beroemde la terechtkomen. Het is zondag 29 maart 2020 en vandaag verbaas ik me over de glazen bol. In de organisaties waar ik voor werk wordt veel tijd besteed aan plannen maken. Jaarplannen, afdelingsplannen, beleidsplannen, etc. Plannen met doelstellingen, budgetten, resultaatafspraken. Ze zorgen voor focus en verantwoording. Nou, sommige organisaties, ja, die hebben last van plannen obesitas, hè, waardoor de uitvoering in het gedrang komt. Maar wordt de glazen bol van de papieren werkelijkheid belangrijker dan de praktijk op de werkvloer? En dat zorgt voor stress. Nou, de afgelopen periode was ik druk met mijn eigen plannen. Ik had voor mezelf een mooie glazen bol gecreëerd. En toen kwam de coronacrisis. En daarbovenop werd mijn vader ziek. Nou, kenmerken aan de crisis van en de ziekte van mijn vader is dat zowel het verloop als de gevolgen volkomen onvoorspelbaar zijn. De glazen bol is vervuld van een mist die het zicht beperkt tot 1,5 meter. En het boeiende is dat dit voor iedereen geldt. Aan de dagkoersen van de onvergelijkbare coronagetallen proberen we hardnekkig enige duiding te ontlenen, maar we hebben geen idee wat de toekomst ons gaat brengen. Ik verbaas me erover dat we de glazen bol soms belangrijker maken dan de werkelijkheid waar we nu in verkeren. Nou, in de glazen bol van nu staat alles op zijn kop en dat biedt perspectief. Deze verbazing draag ik op aan minder plannen en meer uitvoeren. Meer verbazingen. Abonneer je op het YouTube-kanaal van de Toekomstfabriek en wil je de tekst nalezen? Check mijn LinkedIn-pagina. Tot een volgende verbazing.